Regering komt in bij verhoogde brandstofprijs. Op grond van de recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten, welke hebben geresulteerd in de aanvallen op Syrië, is er een drastische verhoging geweest van brandstofprijzen op de wereldmarkt. Vanwege deze drastische verhoging is er vanuit de regering een interventie geweest. In het kader hiervan hoort u respectievelijk de minister van Handel, Industrie en Toerisme, Stefan Tsang, de minister van Financiën, Gilmore Hoefdraad, en de directeur van Staatsolie, Rudolf Elias. Als u de mediaberichten heeft gevolgd, de nieuwsberichten, dan zult u ook hebben gemerkt dat er aanvallen waren geweest in Syrië door de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. En naar aanloop van die aanvallen waren allemaal strubbelingen in het Midden-Oosten. En we weten dat door die strubbelingen de oliemarktprijs, de prijs van de olie op de wereldmarkt, die gaat dan omhoog. En dat is ook het geval nu. Oké, want ik hoor mensen zeggen, die aanval is pas geweest en toch is die stijging er al. Dus het heeft dan niet te maken met de aanval, maar dus de spanningen daarvoor ook. Dat klopt, dat klopt. De aanvallen waren een resultaat van de spanningen die zijn geweest. En ja, politieke spanningen ook. Als u een beetje de ontwikkelingen heeft gevolgd, het gaat om een zeer vervelende situatie. Dat kan leiden tot een eventuele grote oorlog. We hopen niet dat het zo ver komt, maar we anticiperen het wel. De prijs is veranderd. Wat is die verandering in de prijs? Wij werden geconfronteerd met een plotse verhoging van unleaded, dacht ik. Unleaded ging naar 34 cent omhoog. Het was 6 SRD 43 voor een liter unleaded. En volgens de nieuwe berekeningen zou dat komen op 6 SRD en 77 cent. En wij vonden dat die sprong vonden we veel te hoog vanwege onze fragiele herstellende economie. De prijzen zijn aangepast op basis van die situatie in het Midden-Oosten. Kunt u dat anders uitleggen? De prijzen zijn ineens gestegen. We hebben gezien dat er een sprong is. En onder andere unleaded was het zwaarst getroffen. Unleaded ging van 6 SRD 43 cent voor een liter naar 6 SRD 77 cent voor een liter. Die sprong van 34 cent vonden we te hoog om in één keer los te laten in onze economie, als ik het zo mag zeggen. Goed, de prijzen zijn aangepast. Wat is die verandering precies in de prijs? We zagen dat de prijs is gestegen van voornamelijk unleaded. Voor een liter unleaded was dat 6 SRD 43 cent. Die is toen gestegen naar 6 SRD 77 cent. En dat is een sprong van 34 cent. En voor ons was dat een beetje te veel in één keer. En we hebben toen gemeend om daar wat aan te doen. Hoe zien de vooruitzichten? U zegt dat de situatie in het Midden-Oosten heeft de rechtstreeks invloed. Maar hoe, als we kijken naar de tijd die voor ons ligt, is er een prognose daar? Kunnen we daar van hieruit alle prognoses stellen? Nee. Om duidelijk te zijn, we kunnen geen prognose stellen, alleen omdat we niet weten hoe de ontwikkelingen zijn. We hebben wel gezien dat de aanvallen zijn gestopt. Ze zijn vrij kort geweest. Maar nu volgen we dus de politieke ontwikkelingen. Want je weet niet welke kant het op kan gaan. We zien inderdaad dat het de goede kant op blijft gaan, maar de spanningen blijven. En de verwachting is in ieder geval dat de oliemarktprijs nog op dit niveau zo niet hoger zou gaan. Oké, dat is dus positief bekeken, maar als from the worst case scenario, wat zal het beleid zijn vanuit uw ministerie? We gaan in ieder geval uit van de worst case scenario, vandaar dat we ook hebben ingegrepen, vandaar dat de president heeft gemeend dat we nu al de stappen moeten maken. Vanuit het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme gaan we een aantal actoren deze situatie bespreken. Het gaat om onder andere het ministerie van Financiën, andere bedrijfslevensorganisaties, de Sociaal-Economische Raad. We gaan ze allemaal consulteren en met deze prognose dat het erger zou kunnen gaan in gedachten, zodat we op eventueel andere dingen, ontwikkelingen in de prijs kunnen anticiperen. U bent ook minister van Handel en Industrie van Handel. Is er iets dat u als boodschap wil meegeven, vooral aan onze handel? Aan onze handel wil ik zeggen dat we de regering zal in ieder geval alles doen om de brandstofprijs draaglijk te houden.
En aan de handel wil ik in ieder geval meegeven dat ze niet gelijk daarop moeten springen. We gaan met ze in overleg om te kijken hoe we tot een genormaliseerde situatie kunnen komen indien dit zich voordoet. A belangrijk dat we het publiek hebben tapa woyo internationaal. Is dat dat uno fusranang ude totaal afhankelijk voor de prijzen ze hebben door ze ikondre. Ushitak a money a prijs van olie is tegen behoorlijk internationaal en dat ook toe het jaar jugo ko fusranang. Mami collega fuha i untaki en amate mi tak yo afas a prijs van te wegen tapa woyo internationaal waarschijnlijk a pompprijs voor een jaar of een vijfkenking naar 34 cent. En naar 34 cent naar een boel heb je schok. Dus de president kan ook nu van zo kan doen voor een nakkie die zin ook zo heb je over het publiek in Sranang. En dus door Luku Takiere zo kan doen voor een sando door 34 cent. En voor een tjara governmentiek terug naar 70 cent. Dat we dat als een prijs naar pompo. E passa an soso nanga 70 cent. Nanga sanati is sapta ku websap. E wabi pchi muilak ina krisis, we kadoro se ino, asane kom pchi moro betre. We hopu tak a publik, a branga sa, sa de taftrati, sa wa branga sof fanudu, a bi pchi verlichting. En ook to tak de prijzen sa de nebiji gwa lochtu, want de maishi tak e a branga sof prijzen gwa lochtu. Gi unu, regering zou ik terug naar ongeveer 4 miljoen SRD wat moe aan op Chimoni, maar u zegt dat wat we doen aan de abigie publiek voor de man kan abigie verlichten in de portemonnee. Maar na die zi, we doen beroep op wat allemaal dat u dan gebruik aan brandstof zuinig, u dan gebruik aan energie zuinig, want if u dan gebruik aan low fasie. Einde van het waar we vieren door eigen portemonnee. Dus hoe de zuinig, leg van hoe de zuinig de overheid. Want hoe nu, voor wel lukken ze heeft ze, ook toen we beginnen kotten, dat de uitgaven voor Abi. Voor zorgen dat je een maand, tang, manager kon er, dat we een correcte fasie. De wereldmarktprijs is inderdaad in de afgelopen weken omhoog gegaan. Dat heeft met verschillende dingen te maken. Dus een van de belangrijkste dingen bij voor de olieprijs, voor de basisolieprijs, wat we noemen de crude, dus de olie zoals je het uit de grond haalt, dat is vraag en aanbod. Ze kijken naar hoeveel aanbod is er op de wereldmarkt en wat is de vraag. Nou, door de economische groei die we in de wereld zien, vooral in Azië, in de afgelopen maanden, eigenlijk is dat in de afgelopen 9 maanden zo, is de vraag naar olie ontzettend toegenomen. Doordat de OPEC, dat zijn alle olieproducerende landen, grote olieproducerende landen, samen met Rusland een pact heeft gesloten om de hoeveelheid olie die ze op de markt brengen, om die te nivelleren, om die naar beneden te brengen, betekent dat ze wat ze noemen de vraag- en aanbodzijde in balans hebben gebracht. Dat is toen je zag dat de olieprijs tegen de $50, $55 aan het balanceren was. Nu is er bij olie is er ook een heleboel emotie betrokken. En die emotie zorgt er vaak voor dat de olieprijs omhoog gaat. Een van de emoties die er op dit moment speelt is dat er veel onrust is in het Midden-Oosten. En die onrust in het Midden-Oosten, daar waar de meeste olie vandaan komt, meer dan 25% van de olie die gebruikt wordt in de wereld, komt uit het Midden-Oosten. Door die onrust die er op dit moment heerst in het Midden-Oosten, betekent dat de prijs omhoog gaat. Dat is niet meer gebaseerd op vraag en aanbod, maar dat is meer gebaseerd op emotie. Nou, nu speelt er ook nog wat anders. En dat is dat zowel Iran als Venezuela hun olieproductie niet op peil kunnen houden. Dat betekent dat er een extra gat ontstaat aan de supply-zijde, aan de aanbodzijde. Dus de hoeveelheid olie die er op de wereldmarkt komt, die is ook nog eens keer minder als dat men verwacht had. Doordat Venezuela niet kan produceren wat ze
hadden gezegd dat ze zouden produceren en Iran ook. Door deze twee gegevens blijkt dat de prijs van de ruwe olie, dus de olie zoals je hem uit de grond haalt, dat die is gaan stijgen in de afgelopen, eigenlijk is het de afgelopen 3 weken, is die behoorlijk gaan stijgen. En ik verwacht, gezien de ontwikkelingen die er zich op dit moment afspelen in het Midden-Oosten, ik bedoel, Europa en Amerika hebben Syrië gebombardeerd, so, dat brengt nog meer onrust, dat brengt nog meer onzekerheid. En daardoor zou het best kunnen dat de prijs nog verder gaat stijgen. Nu is de prijs natuurlijk van gasoline en de prijs van diesel is direct gerelateerd aan de wereldmarktprijs van olie. Dus als er als Trinidad of als Curaçao of als ergens anders een grote raffinaderij in onze omgeving olie koopt en dat raffineert naar diesel, is direct gerelateerd aan de prijs van die ruwe olie, is ook de prijs van diesel en gasoline. Dat heeft ook weer te maken met vraag en aanbod. En het heeft natuurlijk te maken met de hoeveelheid product die er uit zo'n raffinaderij komt. Nu is het zo dat in de afgelopen 2 tot 3 weken, dat heeft u in het nieuws ook vernomen, de vraag naar gasoline niet echt is toegenomen, maar het aanbod van gasoline in onze regio behoorlijk is afgenomen. Dat komt omdat PDVSA niet genoeg olie produceert om zijn eigen raffinaderijen te voorzien van crudeolie, zodat die eigen raffinaderijen weer geen gasoline kunnen maken en geen diesel kunnen maken. En dat betekent dat de vraag naar gasoline nog steeds hetzelfde is, maar het aanbod plotseling een stuk minder is. En Venezuela is niet in staat om olie te kopen op de wereldmarkt, omdat ze, ja, je leest allemaal de problemen die Venezuela heeft. Dus ze hebben niet het geld om olie te kopen op de wereldmarkt, om daar gasoline en diesel van te maken. En dat betekent direct dat ook de prijs van gasoline en diesel in de regio, en de regio is eigenlijk de wat we noemen de Gulf Coast, dat die prijs van gasoline en diesel meer is gaan stijgen als in de rest van de wereld. Dus we hebben te maken met een dubbel prijseffect. Het eerste prijseffect is onrust in het Midden-Oosten plus minder productie van crude van Venezuela en Iran op de wereldmarkt, waardoor de aanbodzijde van de crude minder is geworden, terwijl de vraagzijde hetzelfde is gebleven. Tweede plaats, maar dat is meer regiogebonden, is de hoeveelheid gasoline afgenomen, doordat de raffinaderijen van Venezuela gewoon een probleem hebben, omdat ze niet genoeg olie krijgen uit hun eigen velden. GoTo verkoopt voor de wereldmarktprijs. Dat zie je ook, daarom hebben we dezelfde prijs in principle als Sol. We zijn zelf ietsje goedkoper natuurlijk, omdat wij onze wereldmarktprijs niet verhogen met transportkosten en dat soort dingen. Sol moet dat natuurlijk wel doen. Stel je voor dat wij niet met de wereldmarkt mee zouden gaan, maar dat we zouden zeggen, we cappen onze prijs op 1 bepaald niveau. Dan betekent dat iedereen natuurlijk bij GoTo komt denken, dan zijn we zo uitverkocht. En dan moet je toch, wij zijn ongeveer 40% van de markt. Die andere 60% moet je toch invoeren. En die moet je toch invoeren tegen wereldmarktprijzen. Daarbuiten is het nooit goed om iets niet tegen een wereldmarktprijs te kopen. En ook niet tegen een wereldmarktprijs te verkopen. Je moet ervoor zorgen dat ook als de olieprijs helemaal naar beneden valt, gaan wij helemaal naar beneden mee met de olieprijs en verkopen we onze olie voor de wereldmarktprijzen. Zo, we doen mee met de wereld, omdat we nu eenmaal de wereld om ons heen hebben. En hetzelfde geldt voor suiker en hetzelfde geldt voor rijst en hetzelfde geldt voor cacao en al die andere producten die verkocht worden op de wereldmarktprijs voor wereldmarktprijzen. Ik verwacht zelf niet dat deze trend nog heel veel langer zal aanhouden. Ik verwacht niet dat de olieprijs weer gaat stijgen naar $100. Ik heb altijd gezegd, ik verwacht dat zeker voor onze olie de wereldmarktprijs ergens iets zal zijn tussen de $45 en $55. De rest,
Dus die stijging die je nu hebt, je hebt nu olieprijzen van ongeveer $63 tot $65. Voor de olie in Europa wordt zelfs $70 betaald per barrel. Maar dat is emotie. Het is niet meer gebaseerd op vraag en aanbod. En zolang iets niet gebaseerd is op vraag en aanbod, maar op emotie, gaat die emotie er op een gegeven moment uit. En op het moment dat die emotie eruit gaat, valt je olieprijs weer terug naar het normale niveau wat je kan verwachten bij een normale vraag en aanbod. Dus ik verwacht zelf dat de olie weer terugvalt naar ergens tussen de $55 en $60 binnen niet al te lange tijd, voor augustus, september van dit jaar. Kondreman, hoe de nieuwe situatie bij brandstofprijs ikring? En een reden dat ik kreeg, omdat in het Midden-Oosten de politieke spanningen. En vanwege de spanningen is zorg dat de wereldmarktprijs voor olie ik kreeg. Dat ik met prijs voor de pomp naar Sranang ik kreeg ook toe. En de regering beschikt dat de prijs bekreeg toen ze hij ineens, plotseling. En de prijs binnen de 6 SRD 43 cent per liter unleaded. De prijs kreeg helemaal naar 6 SRD 77 cent per liter. En daarom hebben we een spoedoverleg aan de president en de minister van Financiën. En we zorgen dat de prijs zakap chinso. De regering levert in 17 cent naar de government take. Want a 17 cent we bespreken aan de minister van Financiën, nou we verantwoord toe bedrag zou we kan saka. En we hopen dat naar gebaar van de regering, we kan je de kondreman chinso aan de brandstofprijs. En a verwachting de dat a situatie in het Midden-Oosten otang. En we verwachten dat kan de ook morgen erg. En van oorlog kon ook toe. Dus de regering ook anticipeert op de situatie die ze. En we zorgen dat we aan de bedrijfsleven organisaties, we taken aan de minister van Financiën en we taken volgen aan de situatie in het Midden-Oosten. We zorgen dat de Sansaipsaat daarbij nog een beetje invloed in Sranang. Oké, de prijzen hier in Suriname hangen af van de ontwikkeling op de wereldmarkt. We hebben een stijgende trend genoteerd. Vandaag werd ik gecontact door mijn collega Tsang van HI om aan te geven dat er toch wel een forse prijsstijging aan de pomp te verwachten valt. En wel met 34 cent. En natuurlijk is dat een behoorlijke schok voor de Surinaamse economie. In overleg met de president hebben wij dus gekeken wat wij zouden kunnen doen om om verzachtend in feite op te kunnen treden. En er is toen besloten dat die 34 cent verhoging een impact van 17 cent zal hebben. Omdat wij de government take voor een 17 cent gaan aanpassen. Dus dat zal toch wel voor de consument en voor het prijsspelen Suriname een behoorlijke verlichting zijn. Met andere woorden, de overheid komt in zodat het draaglijker wordt voor... Ja, de overheid heeft een verantwoordelijke taak. We weten dat wij moeilijke tijden, zeer moeilijke tijden hebben meegemaakt. Het gaat nu ietsje beter. En waar wij verlichting kunnen brengen naar het publiek toe, dan zullen we dat doen. U zegt we hebben moeilijke tijden meegemaakt en de overheid komt nu in. Hoe sterk staat de overheid om dus nu dit ook te dragen? Nou, wij gaan nooit iets doen dat wij niet kunnen dragen. Wij schatten de impact op maandbasis rond de 4 miljoen voor dus deze 17 cent die we inleveren. Het is zeer zeker voor de komende periode te dragen. En wij gaan natuurlijk de ontwikkelingen op de wereldmarkt nauw volgen. Als hij naar beneden gaat, dan zullen wij ook richting corrigeren. Want we moeten onze government take hebben voor ook voor de hulp die het biedt voor het draaiende houden van de staat. En als er verdere prijsstijgingen zijn, dan moeten we dus weer een overleg gaan. En waar wij kunnen teruggeven
aan het publiek, aan het volk, zullen ook kijken waar wij ook onze uitgaven naar vandaan kunnen aanpassen. Als financiële autoriteit, kunt u ons helpen om dat beeld, dat financieel toekomstbeeld, even aan ons voor te houden? Ten aanzien van het land zelf, we hebben de tofste steden achter de rug. We zijn nog niet in een jubileumstemming, dat wil ik benadrukken, omdat wij elk stukje positief nieuws wordt soms vertaald alsof wij het grootste feest organiseren. Nee, maar we zijn blij met die kleine stappen vooruit die we maken, de lichtpunten die we zien. Dus ik zou zeggen dat wij op dit moment zaken heel goed onder controle hebben. Als u zich als minister van Financiën zou richten naar de bevolking met deze ontwikkeling, hoe zou u dat kort willen doen? Kijk, de overheid, we zijn prijssteker, zoals we het noemen, op de wereldmarkt. We zijn afhankelijk van wat de wereldmarkt ons geeft. Als overheid willen wij onze bijdrage doen, zodat het verzachtend overkomt. Aan het brede publiek gaat u zuinig om met de brandstof. Het feit dat het toch niet zo zwaar wordt als wat de wereldmarkt aangeeft, is geen reden om in feite te gaan vermorsen of buitensporig bezig te zijn. Gebruik de brandstof bewust, gebruik uw energie bewust, because somebody got to pay. En het prijskaartje voor wispelturig consumptie is hard, is pijnlijk. Met de oproep van de minister om zuinig om te gaan met brandstof, eindigen we dit gesprek. We bedanken u voor uw aandacht.